Hey, goeiedag, goed dat je kijkt. In deze video leggen we je uit hoe je je omzet doorgeeft aan Cumula. Jouw omzetopgave is belangrijk. Het bepaalt de hoogte van de contributie. En alle opgaven samen bepalen de omvang van de sector. Het is buitengewoon belangrijke informatie om het belang van de sector aan te tonen bij allerlei partijen waar Cumula namens jou aan tafel zit. Oké, hoe geef je je omzet aan Cumula door? Om je omzet door te geven, ga je om te beginnen naar Cumula.nl. Je klikt op Mijn Cumula, je zorgt dat je ingelogd bent en je gaat naar het tabblad Omzetopgave. Je ziet hier Omzetopgave 2023. Op het moment van maken van deze video is het 2023 en je geeft de omzet van het voorgaande jaar op. Hier gaat het dus om 2022. Je ziet vier stappen: de bedrijfsgegevens, bedrijfsomzetberekening, de bedrijfsomzetverdeling en de akkoordverklaring. De eerste stap, bedrijfsgegevens, dit zijn de gegevens zoals wij die nu van jou kennen. Klopt hier iets niet, wil je wat aanpassen? Ga dan even een stapje terug naar het tabblad bedrijfsgegevens en pas je contactgegevens zo nodig aan. Klopt dit gewoon, dan klik je op volgende stap. In dit veld geef je je omzet op van, in dit geval, 2022. In het eerste veld de omzet die je maakt in groen, grond en infraactiviteiten. Het tweede veld is een aftrekpost. Daar staat minus 80% van ingekochte grond en hulpstoffen. En als je over het i'tje schuift met je muis, dan zie je wat we daarmee bedoelen. Materialen die door jou ingekocht zijn, die onderdeel worden van het werk. Dus kuilplastic, spuitmiddelen, straatkolken, kerenwanden en dergelijke. 80% van de verkoopwaarde van dat materieel mag je in mindering brengen. Huur je wel eens een collega in die net als jij lid is van Cumula, ook die omzet mag je in mindering brengen, het volledige bedrag. Vul je dat in? Ik vul even een paar cijfers in. Ik heb voor 50.000 materiaal ingekocht. En ik heb voor 10.000 euro Cumula-leden ingehuurd. Je ziet dan onderaan een bedrag van 440.000 euro aan omzet staan. Dit is het bedrag wat je op gaat geven aan Cumula. Klopt dit allemaal, dan klik je op volgende stap. Stap 3 is de bedrijfsomzetverdeling in procenten. Dus de activiteiten waar je actief in bent in procenten uitgedrukt. Het gaat over de cultuurtechnische werken, meststoffendistributie en agrarisch loonwerk. Je ziet hier percentages ingevuld. Ook bij jou staat dat voor ingevuld. Dit zijn percentages die je zelf de laatste keer aan ons doorgegeven hebt. Je ziet hier 50% cultuurtechnisch werk, 10% in sloopwerk. En dit bedrijf is ook actief in veehouderijsector voor 40%. Samen is dat 100%. Dat is wel belangrijk dat het op 100% uitkomt. Het komt onderling niet op de laatste procent uit, maar het dient wel op 100% uit te komen. Onder het kopje overige activiteiten kun je nog een activiteit invullen die daarboven niet genoemd wordt. Als dit klopt, dan gaan we door naar de volgende stap. En dan kom je bij de akkoordverklaring. Hiermee geef je aan van ik heb dit naar waarheid ingevuld. Je kunt nog een opmerking achterlaten, een vraag stellen en anders klik je op afronden. Dit is de laatste stap eigenlijk en je kunt nog een keer teruggaan door de opgave nog een keer te bekijken om nog even te controleren. Weet je zeker dat het allemaal klopt? Dan klik je op de knop bevestig en verstuur. Een kopie van je opgave ontvang je direct in de mailbox waarin je ook deze oproep ontving. Dat is het. Heb je vragen? Wil je meer uitleg? Bel met de ondernemerslijn of met je bedrijf adviseur.